Vriend van mijn vader, Geert Mak, die had hem geadviseerd om te gaan schrijven voor zijn gemoedsrust. Want het ging niet goed met hem. Maar hij had altijd een routine gehad zijn hele leven om elke ochtend een paar uur te schrijven. Dus dat ging hij weer doen. En dat werden verhalen over zijn grootouders, zijn ouders en langzamerhand ook steeds meer zijn actieve leven. En dat is eigenlijk het begin van het boek geweest. En op een gegeven moment lag er zoveel dat mijn vader dacht, ja, misschien kan het ook wel echt een boek worden, al deze aantekeningen. En dat is eigenlijk het moment dat ik Hanna Aukers, de schrijfster, erbij heb gehaald. Om mijn vader te helpen om het ook te ordenen, al die notities die hij had. En hem ook alvast een aantal keer te interviewen. 4 lange interviews. Zodat in ieder geval genoeg materiaal zou zijn voor het geval dat hij niet meer zelf kon schrijven. Ja, het zijn eigenlijk verschillende soorten verhalen. Want het is voor een groot deel is het een familiegeschiedenis. Hij vertelt over zijn jeugd en zijn grootouders en hoe het op kostschool was en hoe het in de oorlog was. Maar het is natuurlijk ook een tijdsbeeld van Nederland van de afgelopen, nou ja, mijn vader is bijna 80 geworden. Bij de afgelopen 80 jaar. Hoe is dat land veranderd? En ja, door de positie die mijn vader had, kan hij natuurlijk ook zelf vertellen hoe hij dat ervaren had. En ook zelfs beslissingen die hij daarin heeft genomen. Als je iemand interviewt, is eigenlijk wat je doet, is je helpt de ander het verhaal boven water krijgen. Dus je bent als het ware een soort van spiegel. Je hebt een vertrouwenssetting en je moet de ander kunnen uitnodigen om in al zijn eerlijkheid en waarachtigheid een verhaal te vertellen. Dus dat is dan ook mijn functie in de eerste plaats geweest, om hem daarin te stimuleren. Ik heb hele dierbare herinneringen aan die gesprekken. En het was ook heel geconcentreerd. Ik hing aan zijn lippen, zeg maar. Hij hield er van vertellen. En ik was natuurlijk voorbereid. Ik wist ook wat ik wilde weten. Maar ik stond tegelijkertijd open voor wat graag verteld wilde worden. Je kunt iets sturen, maar je moet ook juist heel erg aanvoelen. Wat wil hij kwijt? Want dat was het idee. Hij wil graag een verhaal nog vertellen. En het is allemaal in de ik-vorm. En hij vertelt soms bijna kinderlijk. Van, ik kwam voor dat probleem. Ik ging rechtop staan en ik dacht, ja, wat moet ik nu doen? Wat doe ik ermee met deze situatie? En ik denk dat dat voor veel mensen nieuw is. Het is niet een beschrijving van omstandigheden, maar het is echt vanuit een persoon zelf geschreven, de dingen waar hij mee worstelde. Ik vind het elke keer mooi. Het zijn verschillende emoties die hij laat zien. Dus dat hij ene keer heel trots is. Bijvoorbeeld bij een hoofdstuk over Yamani. Dat is dan voorzitter van OPEC. En hij gaat dan hem ontmoeten in Brussel. En hij heeft een strategie. Hoe gaat hij dat aanpakken? Dat is in de oliecrisis. En dat vind ik gewoon een mooi verhaal. Alleen al hoe hij het brengt. Want dan is hij terecht trots op hoe hij dat aanpakt. Dat was ook een van de eerste verhalen die hij vertelde. Volgens mij in het eerste gesprek. Maar ook dat hij daarnaast durft te twijfelen over dingen. En heb ik het juiste gedaan? Of moet ik überhaupt deze memoires of deze herinneringen delen? Wie zit er nou op te wachten? Zoals wij allemaal zijn, mensen. De ene dag voel je zo, de andere dag voel je zo. En dat durfde hij allemaal, nou, ventileren is niet het juiste woord, maar bespreekbaar te maken. En dat maakt het ook tot een bijzonder boek juist, want dat staat er allemaal in. En wat voor ons, voor de familie ook bijzonder is, is het nawoord van Hanna. Want daarin beschrijft ze eigenlijk het proces van afgelopen jaar. En daar beschrijft ze eigenlijk ook voor een deel het laatste jaar van mijn vader in dat verhaal. Dus ik heb het met Pasen voorgelezen aan de familie. Nou, iedereen was erg ontroerd. Er zijn mensen die vroegen, goh, het boek komt heel snel. Maar het boek was op kerstavond heb ik het manuscript aan mijn vader gegeven. En toen hebben we op 2 januari hebben het helemaal doorgenomen. Had hij alle aantekeningen bijgemaakt, was het klaar. En ik weet nog dat hij met mij meeliep naar de lift, want zij wonen aan de Maasboulevard in een flat. En toen stonden we daar te praten en toen vroeg ik aan hem, pap, wat zou je prettig vinden, wanneer we het boek uitbrengen? En hij zei, nou ja, wanneer kan je het uitbrengen? Ik zei, nou, ergens voor de zomer, zeg, in mei of zo. Toen zei hij, nou ja, laten we dat dan afspreken en we zien wel of ik daarbij ben of niet meer.